prettig vinden om een beetje dichter naar de bus te komen. Er staat wat gezelliger. Net of we er allemaal bij horen, want we horen eigenlijk allemaal bij elkaar. Zullen we allemaal cannabis liefhebbers zijn. Ik ben Non van Schaik, ik heb een coffeeshop in Haarlem en ik maak me al vanaf de bekendmaking van de wietpas druk om de wietpas. En ik ga jullie vertellen waarom deze bus hier staat. Deze bus en de hele campagne is een initiatief van op het moment zo'n 200 coffeeshophouders die allemaal 500 in het potje hebben gedaan om de bus te laten rijden, vliegtuigjes te laten vliegen. En dat kwam allemaal naar aanleiding van een vergadering die we hadden met 60 coffeeshophouders in Amsterdam, 5 weken geleden nu. Daar was ook Harry van Bommel aanwezig van de SP. En die legde uit wat de standpunten van de SP zijn. En die kwamen ons zeer voordelig voor, want het begint erop te lijken dat de politiek ons serieus begint te nemen. Wij hebben na die vergadering besloten om met de aanwezige coffeeshophouders en ook de nu aangesloten coffeeshophouders ons zoveel mogelijk in te spannen dat de VVD deze keer niet de verkiezingen wint, want het overleven de coffeeshops niet. Het gaat dus maar om één ding, de VVD mag dit keer niet winnen. En aangezien meneer Rutte een paar dagen geleden heeft gezegd, als je op rechts wil stemmen, dus PVV of CDA, stem dan op de VVD, want anders wordt de SP de grootste. Dus er wordt wel degelijk rekening mee gehouden dat de SP door de blauwers een heleboel stemmen gaat krijgen. Daarmee sluit ik de andere partijen niet uit, maar er zijn heel veel mensen in de coffeeshop die gaan nooit stemmen. En die gaan nu, als je ze vertelt dat hun blootje op het spel staat, toch SP stemmen om dat blootje te behouden. Andere mensen kiezen voor een andere linkse partij, prima. Maar mijn doel is om in ieder geval de SP groter te laten worden dan de VVD, want het is de enige partij die dat kan, volgens mij. Nou hebben we hier vanmiddag vertegenwoordigers van alle politieke partijen, dat doen we in elke stad. We nodigen alle politieke partijen uit. En die mogen allemaal zeggen waarom wij dan op hun moeten stemmen in plaats van op de SP. En dat is eigenlijk het verhaal. En nu wil ik graag het woord geven aan de collega uit ik ben mijn programma alweer kwijt. Kom maar dan. Sorry jongens. We gaan beginnen met de collega van Kremers, Gerard Smits. Wil je naar voren komen? Jongens, de bus is voor Den Haag. Alsjeblieft Gerard, doe je best collega. Dankjewel Nol, even applaus voor Nol en al die andere mensen. Mark, en ik kan ze bijna niet allemaal opnoemen, zo'n lijst is geworden. Zoals Nol zei, hartelijk welkom allemaal hier op de Spuiplijn. Daarna gedraaid door staat er boven me. Ik denk dat we met z'n allen helemaal doordraaien als die wietpas doorgaat. Dus gebruik je stem, ook mensen die niet blowen. Denk goed na op wie je stemt, want het is niet alleen maar de cannabis waar we voor staan, maar het is een stukje vrijheid die we dadelijk helemaal gaan missen als het land zo door blijft gaan. Dus luister goed wat er vandaag gaat gebeuren. Er zijn interessante sprekers. En een van die sprekers die opkomt voor de belangen van het personeel in de coffeeshops is, als ik het goed heb, Joost Smeets. Dus ik wil graag een applaus voor Joost Smeets. Ja, goedemiddag allemaal. Ja, fijn dat we hier in Den Haag mogen komen om ons standpunt als personeel even bekend te maken. Wij zijn een personeelsvereniging wat in mei zich heeft georganiseerd met allemaal ex-mensen wat in een coffeeshop werken. Omdat wij op 1 mei in één keer in Maastricht allemaal werkeloos werden. 400 mensen staan daar op straat van het personeel, van de 440 die we hadden. Dus we hebben gezegd van dat gaan wij niet accepteren. Wij gaan in ieder geval vechten met z'n allen dat dat niet in heel Nederland gaat gebeuren. Wat nu momenteel in Limburg, in Brabant en in Zeeland gebeurd is met het personeel, ja, dat is helemaal, ja, dat is schandalig. De politiek heeft nog niet eens de moeite genomen om met ons in gesprek te gaan, voor zich de moeite te doen voor ons. Ja, en dat hebben wij gezegd van, wij gaan samen met de mensen die landelijk de actie voeren, gaan wij op sommige plekken gaan we mee. We gaan al het personeel oproepen in de coffeeshops. Van jongens, denk na. We weten ook, heel veel mensen hebben nooit gestemd, maar ga stemmen. Want als het je baan lief is, ja, dan moet je nu die kans nemen en gaan stemmen. Wij zeggen als organisatie, zeggen we, ga links stemmen. We hebben geen voorkeuren voor SP, PvdA, Piratenpartij of wat dan ook. Maar kijk naar hun programma. En iedereen is volwassen genoeg om in ieder geval te kijken wat bij hun past. En volgens ons is dat de linkerkant. Zorg dat jullie in ieder geval op 12 september
allemaal gaan stemmen. Neem vrienden, familie, klanten mee van de shops. Want het gaat om onze baan. En ja, met ons zijn we dadelijk met 4.500 mensen ongeveer van onze baan gaan verliezen. Dat mag in Nederland niet gebeuren. Dan doen we het niet alleen voor onszelf, maar ook voor onze vrienden, onze klanten in de zaak. Want ja, die mensen hebben dadelijk ook niet meer een vertrouwd plekje. Dus zorg dat je er bent op 12 september en neem iedereen mee voor het stemmen. Dank je. Dank je wel, Joost.